BN'ers en vluchtelingen, het blijkt steeds vaker een slecht huwelijk. Bekende Nederlanders willen namelijk vooral graag laten zien dat ze deugen, maar echt bijdragen aan de oplossing, homa. Hier aan tafel onze eigen vier BN'ers, Annabel, Dominique, Jury en Dylan. Welkom. Hallo. Nou, eerst maar eventjes Hanna Verboom ter sprake brengen. Ja, die wilde een badkamer op zolder, hè? Althans, die was heel enthousiast aan het roepen, ik neem een vluchteling, want we moeten toch iets doen met ons allen. En toen bleek dat haar zolderkamertje niet voorzien was van een natte cel. Laten we eerst even kijken naar inderdaad haar eerste... En toen krabbelde ze terug. Ja, laten we even kijken naar haar eerste... Of geef ik het nu weg? Ja, jammer, maar... Haar oproep. Ze was goed voor vluchtelingen. Laten we even naar kijken in de wereld. Voelde ze geroepen. Een petitie in de Telegraaf. 140 bekendere Nederlanders die zeggen uiteindelijk... op ons mag een beroep gedaan worden. Hanna Verboom, jouw naam staat daar ook onder. Ook die van Typhoon trouwens en ook die van Jeroen Krabbé staan daaronder. U mag een beroep op ons doen. Dat heb jij echt, want dat ga jij ook doen. Jij bent bezig om... je huis zo in te richten dat er vluchtelingen welkom zijn? Ja, ik heb een lege zolder. En tenminste, dat is mijn atelier en daar schilder ik. Dus ik ben met mijn broertje deze week aan de slag gegaan om het klaar te maken, zodat het opengesteld kan worden en dat ik een gastgezin kan worden. Als mensen op straat leven met gezinnen, wat moet je doen? Moet je dan wachten totdat daar een officiële oplossing voor wordt gevonden? Nee, ik kan niet dan mijn zolder leeg laten. Natuurlijk niet, nee. Jury, wat vind jij van BN'ers die dit soort uitlatingen doen? Nou ja, het is hartstikke mooi dat mensen zich inzetten voor anderen. Maar het lijkt er toch wel heel erg vaak op dat het voornamelijk te doen is om de extra zendtijd, de publiciteit en het... Eigen imago. Eigen imago, ja. Want ze bleek dus oude pijpen te hebben op haar zolder. En dan kan je natuurlijk, dan gaat het toch even helaas niet door. Nee. Nou, het kostenplaatje werd opeens een beetje hoog. Dus ze dacht heel simpel van, nou, ik zet er een douchecelletje in. Overigens, wat ook heel grappig is. Ze kwam erachter, hey, dit gaat me toch wel wat geld kosten. Toen deed iemand op Twitter, die gaf haar de suggestie... nou, waarom vraag je de baderie niet? Waarop zij inderdaad zei, ja, inderdaad, baderie, waarom leggen jullie dit niet aan? Dat is gewoon puur morele chantage. Een gratis verbouwde zolderkamer. Nou ja, en daarna kun je het Airbnb'en. Maar als baderie is het natuurlijk heel lastig weigeren. Want anders, voor je het weet, zit je ook in de wereldrijd. Maar het is best handig dat je dan over de rug van de vluchteling je zolderkamer verbouwt. Nou ja, plus, wat daar ook in dat... Want ik weet nog dat ik dit zag en ik dacht... ze heeft het over gezinnen die op straat slapen. Voor de duidelijkheid, in Nederland slapen geen gezinnen op straat. Per definitie niet. Dat is gewoon niet zo. Dus wat ik heel ingewikkeld vind aan dit soort dingen, denk ik, verdiep je er dan even in. Begrijp dan waar het over gaat. We gaan het ook hebben, geloof ik, over de nacht van de vervanging. Begin maar, ja. Okay, ga lekker door, ja. Vertel. Dat was afgelopen nacht, hè. Dan kwamen BN'ers en politici en in de tekst stond een vluchteling in huis een nachtje meenemen. Maar dat gaat over één nacht. Ja. Maar het gaat over uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvan de rechter heeft gezegd op basis van internationale verdragen, jij bent geen vluchteling. Moet je weg. Moet je weg. Ja. En dat je dan je inzet als BN'er, dat je eigenlijk ingezet wordt voor politiek activisme. Dat je dat zelf niet doorhebt. En daarna dan tranentrekkende interviews gaat geven van... want die mensen zijn gevlucht voor oorlog, dus ik vang ze een nacht op. En daarna lever ik ze weer af. Wat hebben ze aan een nacht ook? Ik heb geen idee. Maar je mag even snuffelen aan het paradijs. Ja. En dan weer snuffelen aan een BN'er. Ja. Oh, ja, een soort van paradijs. Maar ik was erbij, hè, gisteravond. Ik was erbij. En daar kwamen dan BN'ers. Er waren een hele hoop aangekondigd. Waaronder Bo van der van Doris, Hanneke Groenteman. Nou, die kwamen al niet opdagen. Maar daar kwamen er nog wel een paar anderen. En ik was erbij in het Verzetsmuseum. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. U hebt deze uitgezocht? Nou, ik heb niks uitgezocht. Nee hoor, nee. Toebedeeld gekregen deze. Oh, ja, we hebben kennis gemaakt net. Ja. Jij komt er ook een paar ophalen, geloof ik, hè? Eentje. Oh, eentje. Ik denk eentje, ja. Ik ga iets vertellen en niet zingen. Maar je neemt er toch ook een mee? Nee. Het lijkt mij ook een erg slecht idee voor beide partijen. Dit is jouw vluchteling? Ja, Aliou. Kan hij wel even duwen, toch ook, of niet? Kan hij me duwen? Nee, dat kan ik zelf wel. Dat is niet nodig. Ik zou zeggen, van, dat zou dan iets aardigs zijn van hem om terug te doen. Zat hij een beetje te appen hier? He thinks that it's necessary that you push my wheelchair, but I don't... But you do that? Yeah. Okay, do. Doe ze. Geef iets terug. Er zijn dus wel heel veel dan BN'ers die juist hier komen om te laten zien van... nou, we nemen er echt wel één ook mee naar huis, een nachtje. Ja, ik had het ook wel willen doen qua symboliek, hoor. U staat er wel even mooi op nu. Dan gaat het natuurlijk ook om.
Nee. Ja, het is puur ook om mensen aan te vuren. Doe iets voor vluchtelingen. Doe... Wat dan? Een nachtje meenemen? Wat ga je er dan mee doen? Nee. Geld geven, helpen. Leer ze een beetje Nederlands. Geld geven? Leer ze tekenen bijvoorbeeld. Hè? Dus, u gaat te leren tekenen vannacht? Wat doe je nou eigenlijk? Wat doe jij nou? Hè? Zo agressief. Er is een enorm probleem. Agressief. Er zijn 40 tot 60 miljoen vluchtelingen in de wereld. Daar kun je niet zomaar omheen. Dat snap je ook wel. Rustig aan, hè? Ja. Met hart, hè? Geert Mak is er ook al over links gesproken. Zo, die heb ik net even gesproken. Dat ging niet helemaal goed, hoor. Nee, ging het niet goed? Hij ging daar leren tekenen. Echt? Ja, nee. Oké. Stiekem moeten we ook een klein beetje hierom lachen. Tenminste, heb ik wel. Maar dat mag toch ook wel? Is het eigenlijk journalistiek wat jij doet? Geen idee. Hoor dat u zelf? Ik ook af, ja. Het is niet dat jij denkt, nou, misschien snijdt het mes ook wel aan twee kanten. Hè? Als het een mooie aantrekkelijke figuur is, dan hoeft hij misschien niet in dat kamertje. Leuke, exotische lover erbij. Ah, ja, je weet, ja. Ik weet het niet, hè? Of het huis is vies, dat moet schoon, dat zou ook nog kunnen. God. Het is in ieder geval iemand met een goede internetverbinding. Dus, what's on the phone? Are you playing a game or are you talking to... No, I'm just watching something, the news. You're watching something? You're watching the news? Football news. Yeah. Which club? Arsenal. You're a fan of Arsenal. Ja, maar verder hebben ze het echt heel zwaar, hè, die mensen. Nee, het is voor de beeldvorming fantastisch. Nee, maar goed, ja, die... Ja, mislukt, hè? Nou ja, goed, ik ben gewoon iemand die gewoon nieuwsgierig is en komt kijken. En, Hij maakt een selfie. Oh, maak een selfie? Even kijken, ja. Mag ik er ook op, ja. Ik ben nu boos, zeg. Ja, ik word kwaad als ik jou zie. Merk het, ja. Geniet nou even van die vluchteling vanavond. Nou, en jij ook, hè? Dag. Oké. Ja, wat zijn het dan toch voor mensen die hierop afkomen eigenlijk, hè? Ja, maar zo'n wat aardig fossiel als Geert Mak, jongen. Dat die nog bestaande, maar onmiddellijk gaan beginnen van... Oh, is dat wel journalistiek wat je bedrijft? Ja. Weet je, want het enige wat jij doet is een beetje wat kritische vragen stellen... en niet, nou ja, kijk, als je niet meedoet met het op een schild hijsen van zo'n beetje iedere vluchteling... en laat zien van hoe goed je bent... Ja, dan verdwijn je uit de telefoonklappers in Hilversum. Dan hoor je er ook bij. En in het verzetsmuseum ook, hè? Ja, terug moeten vragen, is het dan verzet wat jij doet? Oh, je gaat mij eigenlijk vragen dan? Ja, ik denk ga misschien, je ook voor, ja. Dat zat in mijn hoofd toen ik dat zag. Geen journalistiek wat zat in mijn hoofd toen dat zag. Zie je wel. Ze heeft gelijk, ja. Het is wel verzet tegen het beleid, hè? Het is het zichtbaar maken van uitgeprocedeerde asielzoekers. En ik was vanochtend bij het ontbijt. Ja, want vanmorgen kwamen ze, na die nacht kwamen ze dan allemaal bij elkaar in het verzetsmuseum om dan te ontbijten ook weer daar. Daar kon namelijk dan niet bij die mensen thuis waarschijnlijk of zo. Dat was dan daar weer elkaar even zien. En toen heb ik in ieder geval ook geopperd... als je echt wat wil doen voor vluchtelingen... want die zijn er ook in Nederland, dat zijn deze mensen niet... dat zijn er duizenden en duizenden in asielzoekerscentra... die wachten op een huis, op dat ze mee kunnen draaien in de samenleving. Ga daarheen. Nodig iemand uit naar een feestje, naar een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld. Zeg niet, kijk, dit is een vluchteling in het Echi, maar zeg, dit is gewoon een vriend of vriendin. En neem die mensen op in je netwerk, want dat is een van de dingen die mensen het meest missen. Dus je kan heel veel dingen doen zonder bij de wereld draait door te huilen of te zeggen van... nou, kijk, dat is toch een knapper die ik nu heb. Net alsof het een puppy is uit een asiel. Je kan echt dingen doen. En dat... Ik wil betrokkenheid... Ja, maar zij zeggen dan het symboliek. En de symboliek en het moet aanwakkeren voor anderen. Het symboliek om uitgeprocedeerde asielzoekers dus een status te geven. Want dit heeft niks met vluchtelingen. Nee, maar zij zeggen dan van de symboliek. Want we willen niet... we zijn tegen de grenzen dicht en we zijn tegen dat ze zijn voor de vluchtelingen. Dus ja, maar deze Arsenal-fan, zoals we hem net zagen... die slaapt nu weer in een doos ergens onder een brug. Nou, die kan in een bedbad brood hebben. Maar, waar ook belastinggeld naar gaat. Terwijl hij het liefst natuurlijk terug zou moeten naar het land waar hij vandaan komt... waar er wel perspectief is. Dus wat hier wordt gedaan is valse hoop bieden aan mensen die al hebben gehoord, meerdere malen door een rechter, er is voor jou geen toekomst in Nederland. Dus het heeft niks te maken met oorlog, grenzen dicht, niks te maken, dit zijn illegalen.